De uitlatingen die afgelopen woensdag door vicepresident Ronnie Brunswijk zijn gemaakt, dat er geen geld wordt vrijgemaakt voor ABOP-ministeries, is volgens minister Stanley Ragubarsingh van Financiën en Planning onterecht. De bewindsman vindt de uitspraken van de tweede man van het land niet kunnen. Er is voldoende bewijs waarbij de handtekening van de vicepresident op de missieve staat aangegeven, benadrukt de bewindsman. Op die missives staat aangegeven dat ruim 4 miljoen SRD beschikbaar is gesteld voor drinkwaterproject in het binnenland. Daarnaast is er nog een missieve dat ruim 392.000 Amerikaanse dollars per maand betaald zal worden voor vliegtuigmaatschappijen om die projecten uit te voeren. Hoe wordt er geen geld vrijgemaakt voor ABOP-ministeries, benadrukt minister Stanley Ragubarsingh in gesprek met onze nieuwsdienst. De bewindsman zal in een uitgebreid gesprek verder uitweiden op dit vraagstuk.